Nou, er zijn verkiezingen die soms wel nog iets meer aandacht krijgen. Hè? Als je, met name de nationale verkiezingen. Dus provinciale verkiezingen zijn soms wel iets minder onder de aandacht van de mensen. Maar het is ontzettend goed dat de regionale en ook de lokale media daar wel ook aandacht aan besteden. Want het gaat wel om belangrijke zaken. De provincie heeft behoorlijke verantwoordelijkheden. Die met name ook onder andere ook landschap, natuur, milieu raken. Waterschappen gaan we ook voor stemmen komende woensdag. Nou, we hebben nu weer heel veel water. Maar afgelopen zomer hadden we een periode dat het heel droog was. Dus goed beheer van ons water is cruciaal ook voor mensen. Ze gaan het ook merken als dat niet goed gaat. Dus het is heel erg belangrijk dat mensen naar de stembus gaan komende woensdag. En het zal u niet verbazen dat ik me ook heel erg sterk maak voor een goede verkiezingsuitslag voor de ChristenUnie. Ik ken nou de zorgen die in het onderwijs zijn, die rusten ook dagelijks op mijn schouders. En daar ben ik ook heel intensief mee bezig om te kijken of we de scholen kunnen helpen. We zijn ook stevig bezig geweest al in het afgelopen jaar. Want dit is een kabinet wat enorm veel geld ook investeert in het onderwijs. Men wil nog meer geld hebben. En ik zeg altijd dat is legitiem, maar kijk even naar het vorige kabinet. Die had helemaal geen geld voor onderwijs. En dit kabinet investeert in deze sector het meeste geld van alle onderwerpen die er zijn. Voor de salarissen, voor de werkdrukvermindering. Maar daarnaast blijven er nog steeds problemen over, dus daar knokken we hard voor. Dat is inderdaad een groot onderwerp. Zoals er natuurlijk meer onderwerpen zijn waar we ons sterk van maken in deze tijd. En dat dat veel tijd vraagt, ja, als je daar niet tegen kunt, dan moet je iets anders gaan doen. Ja. U kunt nog enorm veel andere onderwerpen ook noemen die ons bezighouden. Die verklaring heeft me overigens iets minder bezighouden. Ik vond hem niet verstandig. En gelukkig hebben de mensen die dat uiteindelijk ook naar buiten hebben gebracht dat ook wel beseft. Want wij zijn een samenleving waar heel veel verschillen zijn op allerlei manieren. Maar we moeten wel met elkaar samenleving zijn. En we moeten elkaar ook respecteren en op een verantwoorde manier met elkaar omgaan. En niemand het gevoel geven dat hij niet bij die samenleving zou horen. Dat is ook een belangrijke opdracht ook voor politici, om zich daar sterk voor te maken. Ik zit op het nationale niveau, maar ik ben zelf ook altijd heel erg in de regio actief geweest. Als Kamerlid al, maar ik ben zelf ook raadslid geweest. Ook in deze mooie provincie. Want Overijssel, dat is mijn provincie. Hè? Mijn tussen aanhalingstekens, want er zijn meer mensen die dat kunnen zeggen. Maar ik voel me zeer verbonden met deze provincie. Er staan twee Almeloze kandidaten toevallig naast u. Ja. Niet toevallig. Nee, die zijn hier natuurlijk. Die maken hier ook natuurlijk campagne, voeren campagne en maken ook duidelijk waar ze voor staan. En het zou heel goed zijn als u ze ook even het woord gaf. Dan konden ze ook vertellen wat hun missie is, zeg maar. Maar ik steun hen natuurlijk. Ik ben ook blij met deze mensen. Waarvan we ook weten dat ze lokaal zich sterk maken voor een goed bestuur.